Ja, het wordt weer een beetje kouder. Ik heb toch ook gekozen voor deze outfit. En daarom gaan we het ook eens over die energieprijzen hebben. Hè. Jordi, want ik was tempted om gisteren mijn verwarming aan te zetten, maar ik heb het toch niet gedaan. Dat is goed. Het is nog een beetje vroeg. Welkom Jordi. Ja, ja, in augustus steeg die gasprijs. En ja. Toen we die heel warme dagen hadden, kon het ons weinig deren. Ja. Maar vandaag voelen we die winter toch achter de hoek en denken we, moeten we ons daar zorgen over maken? Ja. Ja, het klopt inderdaad hè, dat de prijs in augustus gestegen is. Hè. Er zijn een aantal factoren die daar een rol hebben gespeeld. Hè. Onder andere de ontwikkeling van de oorlog in Oekraïne, de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Maar bijvoorbeeld ook een toegenomen vraag naar vloeibaar gas vanuit Azië. Dat zijn allemaal elementen die ervoor gezorgd hebben dat we begin augustus een prijs bereikten van boven de 40 euro per megawattuur gas op de gasmarkt. Is veel, voor alle duidelijkheid. Wel, ter vergelijking, in de periode voor de energiecrisis zaten we steeds in een bandbreedte tussen de 15 à 25 euro per megawattuur. Dus daar zitten we nu wel een stukje boven. Een verdubbeling. Maar om alles in perspectief te plaatsen, op het hoogtepunt van de energiecrisis werden prijzen genoteerd van boven de 340 euro per megawattuur. Dus daar zitten we gelukkig ver van. Oké, dus dat is inderdaad duidelijk. Maar dus mijn vraag, moeten we ons daar ongerust over maken? Ja. Zeg je, dat is relatief? Wel, inderdaad. Ongerust maken zou ik niet meteen doen, maar we moeten wel waakzaam blijven. Hè. Het is duidelijk dat ondanks een scherpe prijsdaling ten opzichte van 2022 en 2023... de energiemarkten wel gevoelig blijven voor heel wat factoren die regelmatig leiden tot die prijsschommelingen. Dat is vandaag nu eenmaal de realiteit. Ja. En de verwachting is dat dat de komende maanden ook niet snel zal veranderen. Nee. Bijvoorbeeld, vandaag komt er in Europa nog altijd een deeltje Russisch gas binnen via Oekraïne. Eind dit jaar wordt die doorvoer stopgezet. Dat zijn toch elementen die een stempel kunnen drukken op de prijs. Dus het is afwachten wat dat zal betekenen. Anderzijds zijn de marktfundamenten wel heel sterk. Hè. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Europese gasvoorraden, dan zien we dat die vandaag al voor meer dan 90% gevuld zijn. Ruim voor de deadline van 1 november. Dus dat is heel geruststellend nieuws. We gaan met volle gasreserves de winter in. En bovendien is ook de gasbevoorrading nu een stuk gediversifieerder in vergelijking met de periode voor de energiecrisis. Natuurlijk, energieprijzen voorspellen kan niemand, helaas. Nostradamus. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar vorige winter, dan zien we dat de prijzen maand na maand daalden tijdens de wintermaanden. Onder andere door de zeer zachte winter. Hè. In eigen land kenden we de op één na zachtste winter sinds het begin van de waarnemingen. Dus die aspecten, weersomstandigheden, in combinatie met geopolitieke ontwikkelingen, dat zijn de factoren bij uitstek die hun stempel drukken op hoe de prijzen verder zullen evolueren. Dus het is even afwachten of die trend zich gaat verder zetten naar de winter toe. En hoe vertaalt zich dat nu concreet in de tariefkaarten bij de verschillende leveranciers? Want dat is natuurlijk iets waar jij alles van weet. Hè? Inderdaad. Dus die tariefkaarten worden gepubliceerd bij het begin van de maand. Dus elke maand publiceren leveranciers nieuwe tarieven. Wij gaan die verzamelen en analyseren. Wat we gezien hebben in september is dat, dat de prijzen in navolging van de verhogingen op de energiemarkten in augustus, dat de leveranciers die stijging natuurlijk gaan doorrekenen. Hè. Dus concreet betekent dat je deze maand gemiddeld 80 euro meer betaalt in vergelijking met augustus voor een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik. Dus 80 euro op jaarbasis. Als we dat bijvoorbeeld gaan vergelijken met 6 maanden geleden, in maart, toen we op het laagste niveau zaten in meer dan 2 jaar, dan betekent dat je vandaag 260 à 270 euro meer betaalt voor een vast tarief voor gas en elektriciteit in vergelijking met 6 maanden geleden. Dus als mijn contract nu afloopt, daar hebben we het ook al over gehad vroeger, moet ik dan best voor dat vast of variabel contract gaan?
Ja, wel, blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze in functie van je eigen behoeften en je verbruiksprofiel. Maar het is duidelijk dat vandaag de variabele tarieven het meest voordelig zijn. Dus wil je het goedkoopste tarief, ja, dan ben je beter af met een variabel tarief. Natuurlijk weten we dat er een aantal consumenten zijn die de voorkeur geven aan zekerheid, aan voorspelbaarheid van een vast tarief. Ja, dan kan dat ook nog steeds. Hè. Er zijn meer vaste tarieven op de markt vandaag, maar weet dus dat die met een stevige prijs komen. Hè. Dus je betaalt eigenlijk een soort van risicopremie om het risico op die prijsstijgingen te gaan afkopen. En die bedraagt gemiddeld €350. En dus als we kijken naar een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik voor variabel, en we gaan dat vergelijken met vaste tarieven, betaal je €350 euro gemiddeld extra. Dus allee, dat is toch wel een stevige som. Ja, ja, absoluut. Ja, raad je dan mensen die nog in het midden van hun contract zitten aan om iets te doen? Of... Ja. Wel, het hangt er een beetje vanaf welk contract dat je hebt natuurlijk. Hè. Dus sloot je enkele maanden geleden bijvoorbeeld een vast contract op het moment dat de prijzen lager waren, ja, dan heeft het weinig zin om nu te gaan veranderen. Maar sowieso is het advies steeds om regelmatig te vergelijken. 1 à 2 keer per jaar neem je contract of je laatste afrekeningsfactuur erbij en doe even snel een vergelijking, bijvoorbeeld met behulp van de prijsvergelijker op onze website. En dan kan je zien hoeveel je kunt besparen. Want er zijn wel degelijk grote besparingen mogelijk. Hè. Mm-hmm. Ik zei al dat het gemiddelde verschil tussen variabel en vast €350 bedraagt. Maar ook binnen de groep vaste contracten of binnen de groep variabele contracten zijn er grote verschillen. Bijvoorbeeld het verschil tussen het goedkoopste en het duurste vaste contract in september op de markt loopt op tot €550 voor een gemiddeld elektriciteits- en gasverbruik. Voor gas zelfs tot voor variabel zelfs tot €790. Dus dat zijn heel grote verschillen die het belang van goed vergelijken benadrukken. Ja, absoluut. Ja. Heb je eventueel nog tips voor ons, Jordi, als we het hebben over energie? Ja, sowieso als je gaat vergelijken, prijzen gaat vergelijken, kijk ook eens naar de voorwaarden. Zeker bij vaste contracten is dat niet onbelangrijk, omdat je betaalt dus een prijs voor je verbruik, maar je betaalt ook een soort van abonnementskost aan je leverancier. De manier waarop leveranciers die aanrekenen kan verschillen. Hè. Soms is dat pro rata het aantal dagen dat je klant bent geweest, maar soms is dat per begonnen contractjaar of het eerste jaar dat je klant bent, moet je die som integraal ophoesten. Mm-hmm. Dus als je dan je switch slecht gaat timen, ja, dan riskeer je dat je de volle pot voor die kostenpost betaalt. Dus dat is toch wel iets om na te gaan. Een tweede tip, we zien dat leveranciers elkaar beconcurreren met stevige promoties, vooral de grote leveranciers. Dus daar kan je als consument zeker je voordeel mee doen. Hè. Het gaat vaak om stevige bedragen. Maar wees je ervan bewust, die promoties die zijn natuurlijk tijdelijk, gelden vaak enkel het eerste jaar dat je klant bent. En bovendien zijn er vaak voorwaarden aan verbonden. Hè. Denk aan verplichte domiciliering of de vereiste dat je je facturen steeds op tijd betaalt. Dus ja, dat is toch wel iets om vooraf eens na te kijken. Je kan er je voordeel mee doen, maar wees je toch bewust van de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Ja, oké, duidelijk. Merci, Jordi, en tot binnenkort. Ja, tot de volgende.